Dank u, voorzitter. Voorzitter, er moeten mogelijkheden zijn om in het buitenland te studeren en om buitenlandse studenten in Nederland te laten studeren. Internationale uitwisseling van kennis en kunde is altijd belangrijk geweest en dat zal het ook altijd blijven. Maar, voorzitter, internationalisering om de internationalisering, vanuit een ideologie van ja, cosmopolitisme, zal ik maar zeggen, zoals die in bepaalde kringen gevierd wordt, ja, als een pseudo-religie, is niet in het Nederlands belang. En het Nederlands belang moet altijd voorop staan, wat ons betreft. Als het om internationalisering gaat, dan is wederkerigheid van grootste belang, quid pro quo. Vandaar deze motie. De Kamer gehoord de beraadslaging, constateren dat er sprake is van een disbalans tussen buitenlandse studenten in Nederland, 53.150, en Nederlandse studenten in het buitenland, 18.100. Constateren dat internationale studentenmobiliteit daarmee voor Nederland een netto kostenpost vormt van 90 miljoen euro op jaarbasis. Constateren dat hier geen sprake is van wederkerigheid. Verzoekt de regering om per direct alle activiteiten te staken die het doel hebben om studenten te werven in het buitenland, om de disbalans niet groter te maken dan die nu al is. En gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie voldoende maat ondersteund? Dat is het geval, de maatste dame deel van de raadslaag. Dan, voorzitter. Tot ons verdriet gaan ook gerenommeerde onderzoeksinstellingen zoals het CPB en de SCP mee in die cosmopolitische droom. Nou, bij de berekening van de baten en lasten van de internationale studentenmobiliteit zijn ze niet concreet genoeg, maar begeven ze zich wat ons betreft in wensdenken en daarom deze motie. De Kamer verhoort de beraadslaging van mening dat het actieplan Make it in the Netherlands niet gebaseerd is op feiten, maar op speculaties. Overwegende dat genoemde financiële opbrengsten van buitenlandse studenten in Nederland, zoals CPB en SCP, die berekenen, niet gebaseerd zijn op harde cijfers, maar op schattingen en wensdenken, verzoekt de regering om kosten en baten van inkomende en uitgaande studentenmobiliteit concreet te kwantificeren en gaat over tot de orde van de dag. Wordt de indiening van deze motie voldoende mate ondersteund? Dat is nog niet het geval. Wordt de indiening van deze motie voldoende mate ondersteund? Dat is het geval. Dan maakt ze daarmee deel van de raadslaging. Dank u wel. Dank u.